NEC speelt vrijdag weer een thuiswedstrijd. Tegenstander is Jong FC Utrecht. De afgelopen twee wedstrijden haalden de Nijmegenaren onder leiding van Jack de Gier twee schamele puntjes. Toch ziet de trainer nog steeds aanknopingspunten. Ja, hoop doet leven, zeg ik altijd. Maar goed, weet je, de wedstrijd tegen Os natuurlijk weer geanalyseerd. En ook die tegen Telstar, dat was al wel twee keer tegen een ander systeem als Utrecht speelt. Moeilijk gehad in het kansen creëren en jammer genoeg ook twee keer 1-1 gespeeld. Voornamelijk toch weer de nadruk gelegd op het voetballen deze week om tegen Jong Utrecht thuis de volle winst te pakken. Vandaag deadline day, dat uitte zich al in de komst van Jordi Bruin hier al de training. Dat lijkt een type middenvelder dat jij wel kan gebruiken. Ja, sowieso op het middenveld zitten we natuurlijk dun in het aantal. Hè. En wilde ik per se daar een loper, een goede voetballer uiteraard bij hebben. En Jordi is ook een gifkikkertje wat we graag toe wilden voegen aan onze selectie. En dan heb je eigenlijk vier winter aankopen, ook met de komst van Randy Wolters. Die is weer terug naar een wedstrijd bij Jong NEC maandag. Is hij klaar om vrijdag mee te gaan met de selectie? Ja, Randy gaat wel mee. En Randy is in die zin inzetbaar voor misschien het laatste kwartier. Maar hij heeft nu een helft gespeeld in Jong NEC van de week bij Emmen uit. Hij zal de komende week bij Dovo ook nog weer minuten gaan pakken. En we moeten wel voorzichtig zijn in die zin verstandig brengen, zal ik het zo zeggen. Maar je hebt een half jaar tijd gehad om te bedenken wat je met hem wil doen. Heb je al een idee? Dat wist ik al voor het half jaar, voordat hij kwam. Hè? Want Randy is gewoon een linker aanvaller die ik vind passen bij NEC, bij het volk, bij de club. Zijn speelwijze, vooral in het jaar dat Go Ahead natuurlijk promoveerde. Dat hij een toegevoegde waarde is voor ons. Dan naar Jong FC Utrecht. In topscorer Nick Venema lijkt naar het grote Utrecht te zijn. Silas Soos naar RKC. Ja, wat legt er al over van dat team? Ja, ik kijk bij Jong Utrecht vooral naar de speelwijze die ze hanteren. En met alle respect niet zozeer naar de namen die spelen. Dat is vaak wisselend. En je zegt terecht van sommige spelers zitten al bij het eerste of er zijn ook wat jongens vertrokken. Speelwijze die verandert niet bij hun. Want ze leiden op voor het eerste elftal. En daar proberen wij altijd een strijdplan aan vast te pakken. En wat doet dat? Wat is het strijdplan? Ja, wij spelen thuis, dus wij gaan vol voor de winst spelen. Dat denk ik dat het beste remedie is om wedstrijden te winnen. En je moet altijd zorgen dat je in de organisatie goed staat. Dat je de individuele fouten voorkomt en eruit haalt. En dat kan je alleen maar doen door als team met elkaar te vechten voor elke meter en te spelen voor de winst. Vrijdagavond om 8:00 in een ongetwijfeld koude Goffert. NEC Jong FC Utrecht onder leiding van Yannick van der Laan. En natuurlijk live te beluisteren op RN7.